Wij proberen vanuit de cliëntenbond juist mensen te mobiliseren om voor zichzelf op te komen. Dat is niet om de zaak op te hitsen, zoals dat dan even gesuggereerd wordt. Maar dat is omdat wij geloven dat als mensen inderdaad voor zichzelf opkomen, dat het ook een veel betere situatie is. En dat het ook een soort gelijkwaardigheid toe zou kunnen in de geestelijke gezondheidszorg. Die naar mijn gevoel nodig is. Want zolang het blijft zoals het nu is, en zoals het zeker in de afgelopen tijden was, worden mensen daar niet beter in. Ik heb het zelf ook niet zo ervaren. Ik ben pas beter kunnen worden als ik dat woord dan zou moeten gebruiken, want ik vind het eigenlijk een gek woord ervoor. Toen ik weer, laten we zeggen, in bezit werd gesteld van mijn eigen verantwoordelijkheden en toen ik weer keuzes kon maken en toen ik weer de mogelijkheid had om beslissingen te nemen. De tijd ervoor dat ik afhankelijk was, geen beslissingen kon nemen, heb ik steeds het gevoel gehad dat het maar uitstel van executie was. Ja. Het is 28 mei 1980. Hans van der Wilk is de gast bij een radio-uitzending van Villa VPRO, waarin hij met psychiaters discussieert over de rechten van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg en dan met name de psychiatrie. De gekkenbeweging in Nederland is zo'n beetje op haar hoogtepunt en van der Wilk is als directeur van de stichting Pandora en voorzitter van de cliëntenbond het boegbeeld van de beweging. Samen met anderen veranderde hij de geestelijke gezondheidszorg. Op 25 maart 2024 overleed hij, op 84-jarige leeftijd. Welkom bij de podcast van de Canon Sociaal Werk, waarin we gebeurtenissen, verhalen of levensgeschiedenissen uit het verleden verbinden met de actualiteit. Dit is aflevering 9, Hans van der Wilk en de gekkenbeweging. Mijn naam is Jos van der Lans. Hans van der Wilk was een ervaringsdeskundige avant la lettre. Hij had vanaf begin jaren 60 meerdere opnames in psychiatrische ziekenhuizen meegemaakt en toen hij in 1971 na zijn tweede zelfmoordpoging zwaar depressief in het Nolet ziekenhuis in Schiedam verbleef, kreeg hij het boek Wie is van Hout in handen. Een boek dat in die jaren furoren maakte. In Wie is van Hout leverde de psychiater Jan Voudraine een bijtende kritiek op de inrichtingspsychiatrie. De titel Wie is van Hout ontleende hij aan een betekenisvol voorval tijdens een hoorcollege over schizofrene patiënten. Dan kwam de professor en die begon een heel vertoog over de problematiek van de man die daar op een krukje zat voor een volle collegezaal. En dat was de titel ook van het boek, omdat die man op een gegeven moment fluistert, ik ben van hout, ik ben van hout. Ik voel me behandeld als een stuk hout. En toen zei de professor, ach, dat ben ik helemaal vergeten, dames en heren, dit is ook een typische schizofrenenwaan. Die man denkt dat hij van hout is. En dan komt natuurlijk de vraag, wie is hier nou eigenlijk van hout? Die man die te zwak is om op te staan eigenlijk en te zeggen, ik trek mijn ziekenhuiskleding uit en ik zeg tegen jullie allemaal, fuck you. Het boek maakte een diepe indruk op Hans van der Wilk. Tot dan weerloos overgeleverd aan een volstrekt onpersoonlijke en op medicijnen drijvende vorm van psychiatrische behandeling. Opzienbarend boek. Ik had dus 5-6 opnamen achter de rug en ik was voor de eerste keer las ik iets waarvan ik dacht, daar schrijft iemand die op een hele andere manier naar patiënten kijkt, ook naar mij zou kijken als hij daar zou zijn, dan al die psychiaters en psychologen en andere gogen waar ik tot op dat moment mee te maken had gehad. Maar dat voor mij dat boek betekende dat ik toen besloot van, jullie kunnen de pot op, ik ga zelf uitmaken wat er nu met verder gaat gebeuren. Hans van der Wilk sloot na het lezen van Wie is van Hout een problematische periode af. Hij had een ellendige jeugd achter de rug. Geboren in 1938, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, had hij op jonge leeftijd zijn vader verloren. Lieneke Marseille,
Zijn levenspartner vatte zijn jongere jaren tijdens zijn afscheidsbijeenkomst als volgt samen. Je start in Den Haag was moeilijk. Als jong kind ervoer je armoede. Controle in plaats van liefde van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar vooral honger, angst en gebrek door de oorlog. Zo vaak vertelde je over je vader, die overleed op 30 april 1945, hoe bitter. Aan een simpele longaandoening. Door een tekort aan medicatie werd hij feitelijk een oorlogsslachtoffer. Je miste hem verschrikkelijk. Je moeder moest zorgen voor 6 jongetjes, terwijl ze arm was en afhankelijk en depressief. Jij was de 3e in dat rijtje broers, die je uiteindelijk allemaal overleefde. Wat je moeilijk vond, want je bleef uiteindelijk toch weer als enige uit het gezin over. De outsider, zoals je al vaak was. Net als in je kindertijd namelijk, toen je 2 langere perioden in een opvoedingskamp moest doorbrengen. Je was regelmatig depressief, afwisselend met zeer drankzuchtig. En je rookte al sinds je 13e. Er waren suïcidepogingen, dus ook opname, die het ongelukkig zijn vooral verergerden. En waar ik zo'n mateloze bewondering voor had, was de manier waarop je dat alles in je voordeel hebt weten te kantelen. Vechtlust, voorop lopen, ertoe doen, misstanden bevechten. Eind jaren 60, begin jaren 70 beginnen verhoudingen in Nederland te veranderen. Er ontstaat een roep om democratisering, waarin studenten voorop gaan. Het vanzelfsprekende gezag van regenten, of dat nu in het openbaar bestuur is, in de wetenschap of zelfs in de kerk, begint te wankelen. De kritiek op autoritaire structuren zwelt aan. In de psychiatrie ontstaat in het buitenland een heuse tegenstroming, de antipsychiatrie, met psychiaters als Leng en Cooper als erudite woordvoerders. Deze kritiek krijgt ook in Nederland steeds meer bijval. Te midden van deze bruisende tijdgeest verandert Hans van der Wilk van een lijdzame patiënt in een gedreven activist, die in de Schiedamse gemeentepolitiek zijn eerste politieke stappen zet. Als actief PPR-lid werd je in 1974 wethouder in Schiedam. En nadat je bonje had gemaakt over stadsvernieuwingsbeleid, stapte je toen na 2 jaar op en bleef de rest van die periode gemeenteraadslid. Ook werd je vrijwilliger bij de Stichting Pandora en ging voorlichting geven om vooroordelen rond psychiatrische patiënten weg te nemen. Je haalde je toehoorders, dat waren verpleegkundigen in opleiding, werkers in de zorg, beleidsmakers, over om hun perspectief op afwijkend en onbegrijpelijk gedrag te onderzoeken. Dat kon je als geen ander. Tegelijkertijd werd je actief in de Cliëntenbond, waar je uiteindelijk voorzitter werd. Bij Pandora werd je in 1977 directeur. Daar ontmoetten wij elkaar. Toen je in mei in 1982 aannam als bureaucoördinator. Het was een erg slimme keus van je. Jij was van de chaos, ik van de orde. En samen organiseerden we inhoud en uitvoering behoorlijk goed. De gekke beweging timmert dan al flink aan de weg. De kritiek op de psychiatrie zwelt aan. Steeds meer deprimerende verhalen komen naar buiten over het overmatige medicijngebruik, over onverschilligheid van psychiaters in witte jassen. En veel van die verhalen worden gepubliceerd in de Gekkenkrant. Een door patiënten, ex-patiënten en sympathisanten, waaronder Geert Mak, op folioformaat gedrukte uitgave die vanaf november 1973 verschijnt. Flip Schameijer, jarenlang een medestrijder van Hans van der Wilk, was een van de eerste redacteuren. Je had een alternatieve hulpverleningstoestand voor jongeren, Release geheten, en die hadden een afdeling psychisch. En deze afdeling psychisch die had zich voorgenomen om na opheffing iets anders moois te doen. En die hadden dus het idee voor zo'n krant. We waren heel ambitieus, we wilden echt een soort beweging op gang brengen, van dat die mensen zelf ook in de gaten kregen dat het allemaal niet kon. Dus we vonden dat het een achtergebleven sector was waar mensen rechteloos waren. En daar wilden we wat aan doen, als het ware de vrijheden die iedereen had, wilden we daar ook hebben. En het andere was dat er ja, een deel van de maatschappijkritiek die we hadden, dat je die heel goed ook kon toepassen op de psychiatrie. Want wij vonden dat er veel onderdrukkende omstandigheden waren in de samenleving. En dat de psychiatrie, door mensen heel individueel te bekijken en nooit zich af te vragen wat dat dan met de maatschappij te maken had, eigenlijk
die onrechtvaardige maatschappij in stand hield. Er verschenen steeds meer indringende boeken, zoals dat van Corrie van Eyck, Laat ze dat maar voelen, waarin zij de psychiatrische verwaarlozing van haar zus beschrijft, en dat van Evelien Paul, In het land der blinden, een martelgang door de psychiatrie. Deze kritieken brachten echter nauwelijks verandering. De deuren bleven gesloten, de psychiaters onverschillig. Daardoor radicaliseerde de beweging. Ook de beschaafde Stichting Pandora, bekend van het spiegelaffiche met als tekst Ooit een normaal mens ontmoet en beviel het. En Pandora, die ook in de aanvang een zeer beschaafde werkwijze had, waarbij het absoluut niet aan de orde was om ook iets te provoceren. Ik moest, toen ik daar later in 1974 vrijwilliger werd, moest ik een verklaring van mijn laatst behandelende psychiater overleggen of ik dat wel kon. En ik heb dat nog heel braaf gevraagd aan mijn psychiater. En die zei van, dat is een beetje onzin, dat moet u zelf uitmaken. Ik ben toen een tamelijk geslaagd vrijwilliger geworden. En vervolgens hebben ze me gevraagd om directeur te worden. Ook Flip Schaammeijer zag Pandora radicaliseren. Toen hij bij Pandora kwam, was het een heel behoudend clubje van mensen die daar aan voorlichting deden. En gaandeweg is het een van de steunpunten van die patiëntenbeweging geworden. Maar dat was het eigenlijk, dat is het onder Hans zijn leiding pas geworden. De politiek hield zich lange tijd opmerkelijk stil. Van oudsher is de psychiatrie niet echt een beleidsterrein waar politici hun vingers aan willen branden. Gekken liet men graag over aan de mensen die ervoor waren opgeleid, de psychiaters. Maar halverwege de jaren 70 konden politici in Den Haag niet langer om de aanzwellende kritiek heen. In die tijd was de politiek ook zeer afhoudend over de signalen die vanuit in eerste instantie de Gekkenkrant en naderhand via het boek van Corrie van Eyck en andere publicaties van Evelien Paul zeg maar naar voren kwamen. Daar hield de politiek zich ongelooflijk afzijdig van. Totdat er een paar vragen in de Tweede Kamer werden gesteld over psychiatrische voorzieningen, waarbij een publicatie van de Gekkenkrant toen een rol heeft gespeeld, omdat die toevallig ook in een soort dag en dag uit het Huis en Huisblad in Den Haag mee verscheen. En daardoor kreeg dat een gigantische aandacht. En toen hebben de media dat overgenomen. En toen is er een soort iets opgekomen. Waardoor er uiteindelijk toen door staatssecretaris Hendricks toen de tijd de commissie rechten van de patiënt is ingesteld. De commissie van Dijk, ingesteld in 1975, vormt het begin van daadwerkelijke veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg. Er kwam langzaam maar zeker oog voor de rechten van patiënten. Daarin speelde de populaire film One Flew Over the Cuckoo's Nest een rol. In deze klassieker speelt Jack Nicholson de rol van een kruimeldief die in een psychiatrische inrichting belandt. Daar neemt hij zijn hele afdeling op sleeptouw. Een opstandigheid die hij uiteindelijk moet bekopen met een serie elektroshocks. In Nederland voert de cliëntenbeweging in de tweede helft van de jaren 70 een groot aantal spraakmakende acties. Tegen het gebruik van elektroshocks protesteerde de beweging met de Nationale Antivoltactie. Uit protest tegen de overmatige toepassing van kalmeringsmiddelen riep de cliëntenbeweging op tot een valiumvrije vrijdag. En de strijd voor patiëntenrechten werd gevoerd onder de slogan Baas in eigen brein. In 1979 weet de Gekkenbeweging voet aan de grond te krijgen in de Amsterdamse gemeentepolitiek. Dat is het gevolg van een bijeenkomst in de Mozes- en Aaronkerk. Flip Schaammeijer herinnert het zich nog goed. Dat we in 1979 een conferentie hebben belegd in het Mozes- en Aaronhuis. Die heet Help de hulp is zoek in Mokum. Het ging erover dat het een puinhoop was met GGZ in Amsterdam. En het was, we hadden het zo gepland dat het verkiezingstijd was voor de gemeenteraad. Dus alle gemeenteraadsleden kwamen, alle lijsttrekkers kwamen. En die moesten eigenlijk allemaal toegeven dat ze helemaal niet wisten hoe het zat met de GGZ in de stad.
En wij hebben ze toen laten beloven dat ze daar wat aan zouden doen. En daaruit is het hele Amsterdamse model voortgekomen. Waar Hans en ik heel hard aan hebben gewerkt. Het Amsterdamse model, waar Flip Schaammeijer het over heeft, krijgt in de jaren daarna zijn beslag. In het kort komt dat neer op de opheffing en ontmanteling van het psychiatrisch ziekenhuis Zandpoort, waar sinds 1849 de hoofdstad zijn psychiatrische patiënten onderbrengt. In de Amsterdamse volksmond staat Zandpoort synoniem voor gekhuis. De Amsterdamse vernieuwingsdrang is geïnspireerd door de democratische psychiatrie in Italië, waar sinds 1980 nieuwe opnames in psychiatrische inrichtingen bij wet zijn verboden. Psychiatrische hulp wordt daar aangeboden in wijkcentra waar psychiaters, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners samenwerken. Opsluiten is er niet meer bij in Italië en Amsterdam besluit ook die weg in te gaan en de inrichtingspsychiatrie om te bouwen tot ambulante wijkbehandelcentra. De landelijke politiek in Den Haag droeg daar een stevig steentje aan bij door in 1982 te besluiten tot een bevriezing van nieuwbouwplannen van psychiatrische ziekenhuizen. Dat is een opmerkelijk besluit waar zowel Flip Schaammeijer als Hans van der Wilk de hand in hadden. Ze hadden een manifest opgesteld dat was ondertekend door de professoren Trimbos en Romme, door Hans van der Wilk en de sociaal-geneeskundige en latere Pandora-directeur Egbert van der Poel. In dat manifest riepen zij de Tweede Kamer op om een moratorium in te stellen voor nieuwbouw van psychiatrische ziekenhuizen, om zo tijd te winnen voor het tot stand brengen van kleinschalige tussenvoorzieningen als ambulante wijkzorg en vormen van beschermd wonen. Een oproep die, enigszins tot hun verbazing, door de Kamer werd overgenomen en die in Amsterdam door de voortvarende wethouder Tineke van den Klinkenberg in praktisch beleid werd omgezet. In 1986 sluit Zandpoort de deuren. Dit is een van de weinige Nederlandse instellingen die echt ten onder is gegaan door de druk van de vernieuwingsbeweging in de psychiatrie. Het was de laatste grote actie van Hans van der Wilk als vertegenwoordiger van de cliëntenbeweging. Hij had met hart en ziel gestreden, maar was soms ook wel moe van alle stromingen, meningen en merkwaardige alternatieven die onder de vlag van de antipsychiatrie om aandacht vroegen. Flip Schaammeijer vertelde er op zijn afscheidsbijeenkomst de volgende anekdote over. Er was in 1981 was er een conferentie in Leuven, waar eigenlijk alle grote namen waren daar. Leng was er, wereldberoemd, Cooper, ook uit Engeland, Pirelli, een Italiaan, Basaglia, de grote Basaglia, die de revolutie in Italië had veroorzaakt. Trimbos was er. En als Hans ergens een hekel aan had, was het aan gelul. Ja, die hele beweging van heel Europa, al die mensen die bij elkaar waren gekomen, die zaten allemaal op een totaal andere toer dan wij. En het hoogtepunt daarin was dat er 's avonds een presentatie was bij een zwembad. Iedereen stond daar, ook Hans in pak. En daar werd psychodynamische watertherapie gedemonstreerd. Het uitgangspunt is een psychische aandoening, voornamelijk schizofrenie, te herleiden tot een geboortetrauma. Psychoses zijn volgens die theorie een gevolg van een trauma opgelopen bij de geboorte, wanneer de baby zijn baarmoederlijke oceanische kosmos moet verlaten en terechtkwam in deze maatschappij. Dat werd daar verteld en gedemonstreerd. En Hans werd er zo kwaad van dat hij met zijn kleren en al in het zwembad sprong. Dank je. In 1985 liet Hans van der Wilk de cliëntenbeweging achter zich om directeur te worden van de koepel van patiëntenorganisaties in de gezondheidszorg. Tegenwoordig de Patiëntenfederatie. Hij was aan een andere rol toe. Linda Hoorn,
die jarenlang als vrijwilligerscoördinator met hem samenwerkte, bij Pandora beschrijft wat hij allemaal voor elkaar heeft gekregen. Hij heeft ongelooflijk veel betekend voor de psychiatrische patiënt en voor wat de patiëntenbeweging ging heten. Hij heeft heel veel in beweging gebracht. Veel dat we inmiddels als gewoon beschouwen, maar wat het toen bepaald nog niet was. Hij gaf mensen hun stem terug, hamerde op hun rechten, zorgde voor meer medemenselijkheid en voor meer begrip bij al diegenen die zich geestelijk gezond wanen. Maakte advocaten en rechters wakker. Bedacht patiëntenvertrouwenspersonen, patiëntenraden, landelijke patiëntenorganisaties en nog veel meer. Hij deed het niet alleen, maar hij was zonder meer de aanstichter, de zelden haperende motor en de steun en toeverlaat van velen die hem regelmatig schreven om hem te bedanken. Van boegbeeld van de cliëntenbeweging tot directeur en later zelfs ambtenaar, van actievoerder naar beleidsmaker, hoe logisch is dat? Lieneke Marseille legt uit waarom dit helemaal geen vreemde stap was. Hoewel, het was wel even wennen. Na de gekkenbeweging volgde voor jou het directeurschap van de koepel van patiëntenorganisaties in de algemene en geestelijke gezondheidszorg, tegenwoordig de Patiëntenfederatie. Vervolgens haalde het ministerie Volksgezondheid je naar Rijswijk als directeur patiëntenbeleid. Wat een gekke periode, jij als ambtenaar. Maar het kon nog gekker. Je werd tenslotte hoofd bestuur en regelgeving bij de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Ik heb jou nooit geassocieerd met regelgeving eigenlijk. Staatssecretarissen, directeuren-generaal, directeuren van zorgverzekeraars en wie er verder maar toe deed in gezondheidszorgland, vonden de manier waarop jij ze tegensprak wel prettig. Een actievoerder waarmee te praten viel, die een goed verhaal hield en op zijn tijd humor daarin verwerkte. Door je strategisch inzicht kon je leven met 3 stappen vooruit en 2 achteruit. Je hield je achterban voor, het gaat met millimeters, mensen. Het verandert allemaal niet door je 1 keer met kettingen aan dat psychiatrisch ziekenhuis Zandpoort vast te ketenen. Hoe kijkt Hans van der Wilk zelf terug op de gekkenbeweging? Is het van betekenis geweest? Heeft het ertoe gedaan? Heeft de beweging wat veranderd? In juni 1996 blikt hij terug in het VPRO-radioprogramma Het Jongste Oordeel. Ik zou het heel leuk vinden om mede veroorzaker te zijn geweest van een grote verandering. Maar ik ben zo reëel wel om te zien dat dat met veel meer dingen te maken had als alleen met die psychiatrische tegenbeweging. Een grote verandering teweeggebracht in de, zeg maar, in de positie van mensen binnen de instituten. Mensen die binnen de psychiatrie, zeg maar, zich aandienen als degene die hulp nodig hebben. Voor die mensen is er heel veel veranderd. Op het gebied van de rechtspositie, op het gebied van de huisvesting, op het gebied van alle mogelijke varianten van voorzieningen. Maar hij is ook kritisch. Werden vroeger mensen al te gemakkelijk en rechteloos weggewerkt in psychiatrische inrichtingen? In 1996 ziet hij mensen tussen de wal en het schip belanden. Mensen die echt hulp nodig hebben, die zwaar in de problemen zitten, die door de stad zwerven, blijven van hulp verstoken. Terwijl mensen die in veel minder zwaar weer vertoeven, wel hulp krijgen. Hij vindt het eigenlijk onaanvaardbaar dat de geestelijke gezondheidszorg, als de middelen beperkt zijn, niet echt durft te kiezen. Het gaat er ook om binnen datgene wat er zich aandient te onderscheiden waar je, zeg maar, dan prioritering aan moet geven. Dat kan je binnen de geestelijke gezondheidszorg je niet permitteren om, zoals een aantal jaren geleden, een aanbod van een Brabantse RIAG om gestreste managers te gaan behandelen. Zolang binnen de geestelijke gezondheidszorg nog een groot aantal mensen eigenlijk helemaal niet aan hulp toekomen, waar het juist, zeg maar, veel meer voor geïndiceerd zou zijn, dan denk ik, nou, dan vind ik het prima als daar een markt voor ontstaat om daarin te voorzien. Als ik daarmee mensen zou bruskeren, dan spijt me dat. Waar het mij om gaat, is dat die prioritering nog nooit echt goed gemaakt is. Binnen, zeg maar, het gebruik van het budget op dit moment, naar mijn gevoel, te veel dingen aan de rand gebeuren, terwijl, zeg maar, de essentiële problemen van de psychiatrische zwervers in deze stad en andere grote steden daarmee in feite niet goed opgepakt kan worden. Zijn laatste jaren waren niet de gemakkelijkste.
Met zijn pensionering viel er geen last van hem af. Sterker, er keerden oude lasten, oude depressies terug. Linda Hoorn beschrijft het zo. Pensioen en Hans. Rare combinatie. Maar de jarenlange inspanningen om te ontkomen aan onontkoombare depressies, de middelen die hij allemaal te slikken kreeg, de opnames, de drank. Uiteindelijk vroegen die toch een tol, denk ik. Toen hij niet langer de mogelijkheden had om zijn eigen zware ervaringen om te zetten in nuttige, nodige actie voor anderen. De depressies die hem in zijn jonge jaren besprongen, kwamen terug. Dat maakte het leven voor hem, voor zijn partner, Lieneke, en hun twee kinderen niet gemakkelijk. Zware jaren volgden, ook voor mij en de jongens. Zeker nadat je in 2010 van de trap stortte en onder andere een nekwervel brak. Maar met hulp hebben we ons ook daardoor heen geslagen. Hoewel ik, toen bij jou in 2021 dementie werd geconstateerd, me realiseerde dat depressie echt moeilijker was. Voor ons samen. Dementerend zijnde voelde je geen belemmering meer om afhankelijk te zijn van anderen. Op 25 maart 2024 overleed Hans van der Wilk. De dementie had zijn depressies doen vergeten, maar uiteindelijk zijn gezondheid aangetast. De laatste jaren was hij opgenomen in een verpleeghuis in Oostzaan. Op de drukbezochte herdenkingsbijeenkomst op 2 april 2024 probeerde Flip Schameijer nog één keer onder woorden te brengen wat hij in Hans van der Wilk zo waardeerde. De reden waarom ik hem heel graag mag, is eigenlijk gewoon één ding. En het is dat hij ontzettend echt was. Hij was kwetsbaar, dat verborg hij niet. Hij deed zich nooit groter voor dan hij was. Of stoerder, of belangrijker. Hij was gewoon altijd precies wie hij was. En hij was daarbij, ondanks zijn achtergrond en zijn belemmeringen en zijn sores, was hij altijd ongelooflijk empathisch. Hij snapte echt iedereen. En bij hem was het ook altijd, en dat was lang niet bij iedereen zo, in die beweging, bij hem ging het uiteindelijk altijd alleen maar om de patiënt. Wat hebben de patiënten eraan? Het laatste woord is aan Lieneke Marseille. Jouw grote behoefte was gezien worden, ertoe doen. Genoemd worden, niet vergeten worden. Maak je geen zorgen, dat gaat ook niet gebeuren. Wij zullen je naam blijven noemen. Dit was aflevering 9 van de podcast van de Kanon Sociaal Werk, waarin we verleden en heden met elkaar verbinden. Op Spotify, YouTube en onze website www.kanonsociaalwerk.eu vindt u een overzicht van alle andere afleveringen. Productie Jos van der Lans. Speciale dank gaat uit naar Lieneke Marseille en Flip Schameijer. En naar het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, die erg behulpzaam was om oude geluidsopnames boven water te krijgen. En naar de VPRO, die toestemming verleende voor het gebruik. De bijdragen van Linda Hoorn in deze podcast werden voorgelezen door Marlies Hemel. Meer informatie over de geschiedenis van de cliëntenbeweging in de geestelijke gezondheidszorg en informatie over Hans van der Wilk is te vinden in de Kanon Cliëntenbeweging GGZ op de website van de Kanon Sociaal Werk.